In 2017 kwam ik naar Nederland. Ik zag overwegend gelukkige mensen in een vrij en veilig land. En geloof me, ik heb anders gezien in deze wereld. Maar ik zag ook meer en daar schrok ik van. We zijn minder één land dan voorheen. Een periode die ons land zo rijk heeft gemaakt en sommigen zoveel heeft gebracht, maar anderen weinig tot niets. Als je solliciteert, kun je nog beter een strafblad hebben dan een buitenlandse achternaam. De rijkste 10% bezit inmiddels 2/3 van het totale vermogen. Bijna 1 miljoen Nederlanders leeft in armoede, waarvan 260.000 kinderen. Achter die cijfers zitten mensen. De Nederlandse belofte hapert. De belofte dat verdiensten en hard werk bepalen hoe ver je komt. We praten veel over het belang van gelijke kansen. Maar een gelijke kans garandeert geen rechtvaardigheid. We praten veel over het belang van verbinding. Maar als we daar echt werk van willen maken, is er meer nodig. De politiek heeft hier een grote verantwoordelijkheid. En dat begint bij een nieuwe houding. Bij het zelfvertrouwen om politiek meer te laten zijn dan dag-tot-dag management of gevechten op de vierkante meter. Bij de bereidheid om verder te kijken dan de crisis van vandaag. Wat we nodig hebben is moed. Moed die de leegte kan vullen met een wenkend perspectief. Moed die kan putten buiten onze landsgrenzen. Uit de verkiezingen van Joe Biden en Kamala Harris. Moed die voor het oprapen ligt in ons verleden. We kunnen het nieuwe Nederland al door onze oogharen zien. Een land waar menselijke waarden worden gekoesterd. Fatsoen. Tolerantie. Empathie. Een land waar jonge mensen de kans krijgen die ze verdienen. En oude mensen de waardigheid die hen toekomt. Een groots Nederland dat respect en gezag verdient in Europa en ver daarbuiten. Het begint met de overtuiging. Het begint bij jullie en met jullie. En als jullie ervoor gaan, staat er geen maat op wat wij samen kunnen bereiken. Ik geloof dat het kan. En het is nodig. We zijn er klaar voor. Nederland is er klaar voor. Na 10 jaar is het tijd voor nieuw leiderschap.